Welkom bij het boekenpraatje. Het boekenpraatje staat vandaag in het teken van de geschiedenis en van het Huis van Oranje. Ik ga twee boeken bespreken, uiteraard. En het eerste boek wat ik ga bespreken, dat is van de cultuurhistoricus René van Stiprian. Een prijswinnend boek, mag ik wel zeggen. En dat is de meer dan vuistdikke biografie van Willem van Oranje, getiteld De Zwijger. Het leven van Willem van Oranje. Een boek dat is verschenen bij Querido Fact in 2021. Het tweede boek wat ik ga bespreken gaat niet alleen over Willem van Oranje, hij wordt daar wel in genoemd, maar gaat over de geschiedenis van het Huis van Oranje, of laat ik zo zeggen, niet zozeer over de geschiedenis van het Huis van Oranje, maar wel over de verwondering van de auteur over wat de Oranjes allemaal in het verleden en heden hebben gedaan en waarom. Hij is zo verwonderd waarom het Nederlandse volk nog in ruime mate, mag ik wel zeggen, voor het Huis van Oranje in aanbidding ligt. En dat is Zwartboek Oranje van ook historicus Gerard Alders. Vroeger onderzoeker bij het NIOD, maar nu met pensioen. Een boek wat in 2020 is verschenen bij een uitgeverij die zich manifesteert als Just Publishers. Willem de Zwijger, hè, geboren in 1533 in Duitsland. Groot gedeelte van zijn jeugd grootgebracht aan het hof van keizer Karel V in Brussel. Een man die maar heel weinig Nederlands gesproken heeft. Was voornamelijk Frans en Duitsstalig. En die vermoord is in Delft door zeker meneer Balthasar Gerards. In 1584. Goed. Het boek van Stiprian, dat is werkelijk een prestatie van heb ik jou daar. Het is bijna 1000 pagina's, zo uit mijn hoofd gezegd. Is enorm gedetailleerd verhaal waarin het gaat om de vraag wie is nou eigenlijk Willem van Oranje? En wat heeft hij betekend voor de opstand in de Nederlanden, voor het ontstaan van het, ja, wat later dan is uitgegroeid tot het moderne Nederland. Hij stond aan het begin daarvan. Hij erfde als jonge man van zijn neef René van Chalon aanzienlijk het vorstendom Oranje, het prinsdom Oranje, waardoor hij een soeverein vorst werd. Het was een klein mini-staatje in Frankrijk, ongeveer zo groot als de Achterhoek. De vraag die je van Stiprian zit gesteld is, wie was die Willem van Oranje nou eigenlijk? En wat voor rol speelde die? En dat heeft hij dus in bijna 1000 pagina's, en toch wel in mijn ogen een nieuw soort standaardwerk over Willem van Oranje, maar vooral ook over de 80-jarige oorlog of over de opstand, hè, van de zich gefrustreerd voelende adel in Nederland. Het is een heel ingewikkelde zaak, hoor. Ik wil, als je dat boek leest, ik ben dan zelf historicus, ik weet behoorlijk wat van die, laat maar even de 80-jarige oorlog noemen. Ik heb me daar uitgebreid wel mee bezig gehouden, uitgebreid les over gegeven, maar ook in mijn studie. Maar het is een buitengewoon ingewikkelde zaak, want het was een opstand voornamelijk van de adel tegen het, tegen het steeds centralistische en absolutistische bewind van met name koning Philips II. Het was ook de periode waarin de staten, generaal, de elite, de burgerlijke elite die in de staten van de gewesten veel in de melk te brokkelen hadden, met name in Holland en Zeeland, maar ook in Brabant en Vlaanderen, daar een belangrijke rol in speelt en eigenlijk steeds meer macht verkrijgt en zich ook op grond van oude privileges afzet tegen het steeds centralistischer wordend bestuur van de koning. En het is ook een godsdienstoorlog, want met name de Calvinisten
die in Brabant en ook in de stad Gent met name en in Vlaanderen en in Holland en Zeeland uiteindelijk steeds meer invloed krijgen. Ja, als je dat leest, de opvattingen wat met name de radicale vleugel van de Calvinisten, ja, dan denk ik toch een beetje, ja, je kan, het is moeilijk hè, om historische perioden te vergelijken. Maar dan kwam toch wel de term Taliban zweefde zo regelmatig door mijn gedachten. Dus het was een godsdienstoorlog, het was een burgeroorlog, het was een strijd om de macht. En ja, wat waren nou eigenlijk in dat hele, die hele ingewikkelde periode, wat was nou eigenlijk de rol van Oranje en wat wilde die nu zelf? Nou, hij heette niet voor niets de Zwijger, al kon hij behoorlijk lullen. Hij kon ook behoorlijk drinken, blijkt uit het boek. Dat is wel aardig. Dat je, hè, verondersteld werd als hij zijn middagmaal gebruikt had met de nodige wijn, dat hij daarna niet of nauwelijks meer aanspreekbaar was. Dat vind ik wel een sympathiek trekje, maar goed. Wat was nou die rol van Oranje erin? En wat waren zijn motieven? Eigenlijk, ondanks de veelheid aan details, het grondige onderzoek wat van Stipriaan gedaan heeft, enorme hoeveelheid literatuur en bronnen die hij geraadpleegd heeft, weten we dat eigenlijk niet of nauwelijks. In dat opzicht was Willem van Oranje wel een zwijger. Maar zo een belangrijk element wat erin zat van zijn handen was het opkomen voor het huis van Nassau. Zal een deel eigenbelang zal erbij gespeeld hebben. Ook, ja, in hoeverre zijn godsdienstige opvattingen een rol gespeeld hebben, is een beetje dubieus. Natuurlijk geboren op de Dillenburg als zoon van een protestantse, Lutherse graaf van Nassau. Dan erft hij op een gegeven moment als jochie van zijn neef René van Chalon, waardoor hij een van de belangrijkste edelen in de Nederlanden wordt qua bezit. En dan zegt Karel de Vijfde, ja, je mag ik ga alleen maar akkoord met het aanvaarden van die erfenis als jij aan het Hof in Brussel een katholieke, Rooms-katholieke opvoeding krijgt. Nou, dat doet hij, dat was geen enkel probleem, of nou ja, ogenschijnlijk niet. En uiteindelijk in de loop van zijn leven, hè, dan gaat hij toch over weer tot het protestantisme en uiteindelijk, ja, hij was eigenlijk voor de strijd tegen de hertog van Alva, tegen Philips II, in hoge mate afhankelijk van de medewerking van de strijdbare Calvinisten in Holland en Zeeland. En ja, dan moest hij dus ook maar weer van geloof veranderen. Ja, in hoeverre dat nou allemaal geloofwaardig is, u moet het boek er maar voor lezen. Het is een fascinerende geschiedenis begin van de 80-jarige oorlog. Begint eigenlijk al met het gemor van de adel tegen allerlei maatregelen van Philips II, het eind van de jaren 50 van de 16e eeuw. Dan heb je ook nog alle economische, sociaal-economische problemen, armoede, misoosten. En uiteindelijk het optreden, steeds fanatieker opkomen van de Calvinisten, van het protestantisme in de Nederlanden, met name in de zuidelijke Nederlanden. Dan krijg je op een gegeven moment dat die onderdrukking daarvan steeds ernstiger wordt. Dat culmineert uiteindelijk in de beeldenstorm. Nou, dan gaat een schuimbekkende, woedende Philips II, die stuurt de hertog van Alva, een houtdegen die zijn weerga in die periode niet had. Nou ja, en dan gaat het balletje rollen. En ik denk dat dit voor heel veel jaren een van de belangrijkste boeken is op het gebied van de 80-jarige oorlog, de godsdienstoorlog, de burgeroorlog, de strijd tegen het centralisme en absolutisme van de vorsten. Met daarbij toch, wat een beetje mysterieus blijft, die rol van Oranje. Overigens allerlei leuke details of interessante details over het leven van de familie en over de banden die er bestaan, de rivaliteit met de hertog van Aarschot, de uiteindelijk gerechtelijke moord op de graven van Egmond en Hoorne en zo. Het is heel veel oude gebeurtenissen die ik vroeger bestudeerd heb in een nieuw jasje gegoten. Op een bijzonder aantrekkelijke manier, want van Stipriaan heeft heel degelijk onderzoek gepleegd, dat heb ik al gezegd, maar heeft het ook allemaal
heel boeiend opgeschreven. Je moet er alleen wel je hersens bij houden. En als je niet al een beetje behoorlijk onderlegd bent in die 16e eeuwse geschiedenis van de Nederlanden, dan heb je daar toch misschien nog wel een beetje een hele kluif aan. Maar ik zou zeggen, een moeilijk boek is ook een lezen waard. En daarmee wilde ik het wat de zwijgen betreft houden. Dan komen we bij Zwart Boek Oranje. Ik moet eerlijk zeggen dat Gerard Alders, toen ik het boek begon te lezen, dacht ik, nou, die man die is erop uit om die Oranje familie gewoon eens helemaal drastisch onderuit te schoffelen. Hij schrijft met gezonde ironie, maar soms toch ook wel eens met het bijtend sarcasme, hoor, over het reilen en zeilen van deze familie. Waarbij de grote lijn eigenlijk is, in Nederland is iedereen gelijk, behalve de familie van Oranje-Nassau, die zijn iets gelijker dan de andere Nederlanders. Die zijn bovendien heel erg op geld belust. Die zijn heel erg tegen, en zeker ook de ministers tegen, heisa rondom het Koningshuis. Dus die mensen komen overal en alles komen ze mee weg. Wat hij dus eigenlijk beweert in zijn boek is van deze familie, heeft in het verleden, met name met Willem van Oranje, prins Maurits, over zijn geile bok die een beetje op elke vrouw dook, schrijft Alders, die hij tegenkwam, maar nooit getrouwd is. Frederik Hendrik, zijn halfbroer, komt er wat beter van af. Maar die zijn zoon Willem II, dat is weer een enorme smeerlap, die op zijn 20e al een staatsgreep pleegde. En daarna binnen een paar maanden de pokken dood ging. Willem III brengen we natuurlijk in verband met de toestanden rond de gebroeders De Wit. Het rampjaar 1672, maar die was ook zo handig en slim om koning van Engeland te worden. Ja, maar die stierf kinderloos en dan krijg je dus een paar, dan krijg je de Friese tak van de Nassaus. Die erven dan de titel, prins van Oranje. En in 1747 wordt dan een van de Friese stadhouder, een achterneef, die wordt dan als prins van Oranje stadhouder van de meeste gewesten in de Republiek, van alle gewesten in de Republiek, wordt zelfs erfstadhouder. En dat bleek eigenlijk een slappe drol van een vent te zijn, waar je in wezen niks aan had. En datzelfde gold in nog ergere mate voor Willem V. En dan vraagt Alders zich af, hoe kan het nou dat het Nederlandse volk altijd, of een groot deel van het volk, je hebt natuurlijk ook republikeinen, je hebt ook mensen die er niet gevoelig voor zijn, maar waarom ligt iedereen ongelooflijk in katzwijn voor die familie van Oranje? Waar heeft die familie het aan verdiend? Nou, en dan gaat hij dus praten over koning Willem I, die dan in 1813 soeverein vorst, in 1815 koning wordt. En dan beschrijft hij dat die man een enorme puinhoop aantrof. Na de Franse tijd lag de economie van Nederland toch wel behoorlijk in puin. Hij heeft verdienst gehad doordat hij was nog een absolute regerend vorst. Hij had gewoon nog echt macht. Hij wees zelf de leden van de Eerste Kamer aan. En ja, dat was een soort census kiesrecht, maar vanuit een heel beperkte elite. Door een heel beperkte elite werden de leden van de Tweede Kamer gekozen. Dat verandert allemaal bij de grondwetsherziening in 1848. Maar goed, Willem I die richt de Nederlandse handelsmaatschappij op. Die probeert dan toch wat maatregelen te nemen om de staat van het land te verbeteren. Maar dan krijg je de Belgische afscheiding, de tiendaagse veldtocht, het bijna 10 jaar lang op de been houden, op oorlogsterkte houden van het leger in, met name langs de Belgische grens, wat allemaal klauwen met geld kostte. De man wordt ook enorm impopulair als die weduwnaar wordt en dan met een rooms-katholieke Belgische gravin wil gaan trouwen. En uiteindelijk vertrekt hij gedesillusioneerd met haar naar Berlijn, waar hij binnen afzienbare tijd overlijdt. En hij laat een enorme puinhoop achter. Nou, dan krijgen we dus een verhaal over Willem II, die uiteindelijk de grondwetswijziging van 1848 moet goedkeuren. Een man die
zich in privé, laten we zeggen, die vrat van twee walletjes. Hij deed het met mannen, hij deed het met vrouwen, hij deed het bij voorkeur minder met zijn eigen echtgenoten. Al die oranjes, die piesten allemaal buiten de pot van heb ik jou daar. Maar Willem II deed het dus ook met mannen. En dat was ongehoord in de 19e eeuw. Dus ja, dat wilde men niet aan de grote klok hangen. Dus die moet tonnen aan zwijggeld hebben betaald aan allerlei smeerlappen die daarvan afwisten. Hij heeft ook veel geld aan bastaardkinderen die ja, verzorgd en ondergebracht moesten worden en waarvoor betaald moest worden. En nou ja, als koning Willem III dan opvolgt, zeer tegen zijn zin, want hij was helemaal niet gediend van die grondwet, maar die in feite zijn politieke macht inleverde. De regering, de ministers werden voortaan verantwoordelijk voor de daden van de koning. Aalten zet het allemaal heel helder uiteen, dus ik ga dat nou nu niet doen. Maar Willem III, bijgenaamd koning Gorilla, die zet weliswaar die chantagebetalingen van zijn vader stop. Maar dat was ook een wonderlijke man die, laten we zeggen, zich op allerlei terreinen niet als een koning gedroeg. Nou ja, en dan passeren uiteindelijk alle oranjes tot en met onze huidige koning, die passeren de revue. En ik moet eerlijk zeggen, de familie van Oranje komt er heel slecht van af. En wat ik ook moet zeggen, in het begin was ik toch al een beetje getroffen. Ik dacht, nou, die Aalders die gaat er gewoon vanuit om die familie gewoon een pootje te lichten en een verwoestend boek over ze te schrijven. Maar alles is gedocumenteerd, is onderzocht. Aalders was onderzoeker bij het NIOT. Alles is goed, hij doet geen enkele bewering die hij niet kan staven vanuit de bronnen. En als hij ze niet kan staven vanuit de bronnen, dan zegt hij dat ook. En als die enkele keer die oranjes iets goed doen, dan zegt hij dat ook. Maar de grote vraag dus, waarom komen de oranjes overal mee weg? Zelfs tot in onze tijd, en dan hoeven we maar even te refereren aan prins Bernard, aan de Lockheed-affaire. Aan het feit dat deze meneer ook privé schilderijen uit de privé collectie van koningin Juliana wist te verkopen en op allerlei rare manieren aan zijn geld kwam. Maar goed, als er iets goed gebeurt, zegt hij dat ook. En dan gaat hij dus praten over. Ja, dan moet ik even terug, want anders wordt het te verwarrend. Ik hoop dat u mij nog kunt volgen. Hij vraagt zich af, die mensen die zich dus evident niet gedragen in het belang van Nederland, die worden wel door de Nederlandse bevolking enorm vereerd. En dan heb je de aangetrouwde leden van het koninklijk huis, prins Hendrik, prins Bernard, prins Klaus, koningin Maxima, die zo mogelijk in populariteit nog populairder zijn dan de oorspronkelijke Oranjes. Hij verbaast zich daarover, maar hij weet er eigenlijk ook niet echt goed een antwoord op te geven, behalve dan dat, ja, er hangt een soort mythologie, een soort geloof rondom die familie en de aanhang van de Oranjes, ja, die zijn gewoon blind en kritiekloos. Die zet op koningin de dag zo'n opblaaskloon op hun kop, zo'n oranje opblaaskloon. Die gaan, weet je wel, door de straten en een feestje vieren. Dat levert alles met alles een zeer leesbaar boek op. In zijn ironische en soms cynische stijl. Ik heb af en toe wel erg gelachen. Maar hij probeert toch wel ook, hij geeft geen oneerlijk beeld van het oranje. Het stoelt wel overal ergens op. En dan vraag ik mij af, en dat doet hij natuurlijk impliciet ook in zijn boek, waarom heeft Nederland nog steeds een staatsbestel, waarin het enige wat gebaseerd is op erfelijkheid. Iedere Nederlander kan in principe voor elk beroep kiezen, vermits opleiding en aanleg die hij of zij wil, maar niet voor staatshoofd. Dat is een wonderlijke situatie en we mogen ons afvragen, is dat nog wel van deze tijd? Maar ook, hebben die mensen zelf nou wel zo'n prettig leven, denk ik dan zelf. Hè? Je hebt het nou, Nederland is natuurlijk helaas verworden tot een narco-staat in de afgelopen decennia, waardoor dus zelfs criminelen uit de drugswereld de kroonprinses kunnen bedreigen en zo. Ja, je leeft in een glazen kist, je kunt eigenlijk weinig, je hebt alle leuke dingen die er zijn.
een villa in Griekenland. Je mag met het regeringsvliegtuig vliegen zoveel als je wil. Je hebt zelfs een eigen trein, een eigen bus. Nou, noem maar op. Maar je leeft wel in een glazen kast. Je mag nooit je eigen mening uiten, behalve binnenskamers. Want de minister is verantwoordelijk. Persoonlijk denk ik dan, Amalia en haar zusjes zouden het toch verstandig aan doen om nog eens heel goed na te denken. En willen wij deze, wat is het in feite, malle poppenkast nog wel? Eén ding waar hij zegt op een gegeven moment, dat prinses Beatrix noemt hij ook, dat hij weinig om kunst geeft. En ook weinig kunst koopt. En ik weet uit ervaring, want ik ken verschillende kunsthandelaars, dat dat niet waar is. Dat is toch een klein foutje in het boek. Maar goed, iedere historicus maakt wel eens een foutje. In ieder geval, ik zou de prinsessen in overweging willen geven. Ga iets leuks doen met je leven. Ik denk dat de verstokte oranje klant wel weer iets zal verzinnen. Waardoor ze elk feit wat daar aangetoond wordt zullen ontkennen of vergoeilijken. Maar ja, dat is dan zo. Dus, hiermee wil ik het boekenpraatje afsluiten. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.